Esther de Geus, Nederland 16. Windsurfster Esther de Geus uit Almere heeft zondagmiddag het NK Slalom gewonnen en haar nationale titel van vorig jaar geprolongeerd in deze discipline. Ze mocht vanmiddag de hoogste treden van het ereschavot betreden op het katamaranstrandje in Almerepoort. Ja, ik vind het altijd wel bijzonder om het NK te winnen. Het is toch de belangrijkste wedstrijd in Nederland. En internationaal is natuurlijk ook bijzonder, maar toch trekt Nederlands wedstrijden maar ook wel heel erg. Ja. De Geus won haar nationale slalomtitel overigens zonder vandaag in actie te komen. Zaterdag konden de wedstrijden in Almere gewoon doorgaan, maar vandaag stond er net te weinig wind op het IJmeer. Je weet dat het erbij hoort, hè? En als je de voorspellingen zag vandaag, dan wist je dat het moeilijk ging worden. Vanmorgen hadden we toch goede hoop, dus we hebben lekker lang geprobeerd. Veel starts gemaakt. Dus op zich is dat voor de deelnemers ook weer gaaf, want dat is uiteindelijk het mooiste moment en een lekkere training. Alleen meer dan dat werd het niet. Maar als ik nou een beetje naar die windvaantjes op de achtergrond kijk, dan denk ik, nou, er staat toch best wel een klein windje. Ja. Ja, het is ook wel, het boeit ook wel een beetje, maar niet genoeg. Het zou meer een foilwindje zijn. Want het windfoilen is hot momenteel. En na de Olympische Spelen van 2020 in Tokio zou het foilen best wel eens een Olympische discipline kunnen gaan worden. Met foilen heb je eigenlijk een soort van vleugel onder het water, waardoor je over het water vliegt. Dus je gaat niet meer op het water, maar over het water. Dus je zweeft als het ware in de lucht. Het bord maakt geen geluid meer. En je kan met lichtweer sneller gaan. Ja. Ideaal voor vandaag dus. Ja, ideaal windje was vandaag. Ja. Dus misschien dat ze het voor volgend jaar combineren. Een beetje het foilen en het slalom. Ja. Het zou wel mooi zijn. Ja. Ligt dat jou? Ik weet het niet. Er zijn nog heel weinig wedstrijden in. Maar het komt nu meer op. En steeds meer dames gaan het doen. Dus ik ben nu vooral bezig met slalom. Maar ik ga voor komend jaar meer focussen op het foilen. Het is een nieuwe ontwikkeling en ik vind het heel gaaf.